Je ziet het, man. Ik ben even weer aan het freshen. Mijn wekelijkse fresh. De beste kapster van de wereld. Sowieso van Nederland. Of niet, Alias? Zeker. Mijn zusje, Isaila. Ghana. Suro. Komt even wat leuks brengen, weet je wel. En, ja, man, dat was het weer, man. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik rij nu in West. Ik ben onderweg naar Derwin's verjaardag. Ik ben alweer eens ruim te laat. Je prik, ik moest ook weer even tanken en ik heb snel Fanta gehaald, dat ik er echt dorst. Ik zit er gewoon een beetje mee dat ik ook toevallig langs Nouri zijn huis ben geweest. Omdat er een klant was die moest naar Marokko en die had een shirtje met Nouri 34 besteld. En het bleek gewoon zijn buurjongen te zijn. En ik zag iedereen voor de deur en toen kwam Nouri's buurjongen, die kwam naar mij toe. En die vertelde dat ze altijd mijn vlog, zeg maar, op de zolder van Nouri zat te kijken. Toen kreeg ik een brok in mijn keel en ja, het is allemaal zonde. Ik hoop dat die jongen gewoon sterk uitkomt. Ik nog zal sterker. En ik kwam zijn broer ook tegen en zo rustig. Ik zei hem sterk blijven. En als ik in zijn schoenen stond, wist ik niet eens of ik zo kalm zou kunnen zijn. Ik mis gewoon een afslag alweer. Hij zei, kom naar binnen, kom eten. En ik moest eigenlijk naar Derwin door en dat vertelde ik hem ook. En ik voelde me nog schuldiger. Dus mocht je kijken, volgende keer. Ik vind het gewoon allemaal moeilijk, gewoon ja, ik heb gewoon geen houding hiervoor. Ja, het is gewoon allemaal gemakkelijk voor mij, ik weet het niet allemaal, man. Het is zo allemaal, ik hoop dat die jongen snel wakker wordt. Ik moet hier een keer hier. Jullie zo. Ja? Kijk, dat betekent toch dat aan deze kant maar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden en hier gewoon geparkeerd mag worden. Laat het weten als jullie het weten, want ik weet het in ieder geval niet. Dus ik hoop op geen boete. Jongen, jongen. A few inches later. Ik heb mijn laatste sleutel in de put laten vallen. Maar die put is droog. Shit, jongen. Of kom mij weer. Ik heb hem. Weet je hoeveel mazzel? Als dit gewoon een echte put was, dit is mijn laatste sleutel. Mijn reserve sleutel was afgebroken. Kanus. Waga Shata. Hij is Afrikaans. In het van. We zijn er gewoon, man. Hé, hey, dat is mucho love, man. Wacht, laat me een show. Dat is hol. Dus kijk, ik geef hem een cadeau en hij legt hem gewoon zo op de grond. Daarom, man. Maar ja, hij blijft mijn top shotta. You know. Hij legt hem gewoon op de grond. Kill. Wow. 19 gewoon. Ja, daarom vroeg ik vandaag echt jarig was. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Je hebt me geblest, man. Yes, sir. Ik heb me van. In het, man. Kom het eten, man, broer. Kom het eten, man, broer. Laf voor het komen, man. Gelijk, Gelijk,
Omdat velen van jullie vragen, wie is dit nou en wie is dat nou, ben ik van plan om nu vaker mijn beeld vast te zetten en te vertellen over de persoon. Deze Denzel James was een heel groot talent van Ajax en ze hadden zijn carrière zelfs uitgestippeld als Robben en heeft zelfs één keer op de VI gestaan. Misschien denken jullie van, oh, dit was hij. Ja, dat is Denzel James. Bij Ajax A2 kwam hij bij mij in het team en sindsdien zijn we bevriend geraakt. Tjus! Ook een topshotter van mij trouwens. Deze man vraagt gelijk shit. We gaan schaken! Okay. Doet iedereen mee? Ja. Of zijn er mensen die niet meedoen? Hallo, mag ik mee? Zijn er mensen die... Iedereen doet mee? Nee. We weten toch niet over jou? Nou, je doet mee. Kijk eens, kijk eens. Nee, joh, iedereen doet mee. Niet verplicht, kom op. Oké, luister. Hoort hij erbij of niet? Ja. Oké. Het spel heet, ik noem het even Killers. Killers. Wow, topshot. Topshot. Wacht even. Mag ik even de aandacht? Hey, vaak. Vaak gewoon. Ja toch. Oké, het spel Killers. Je hebt, het gaat als volgt. Je hebt 3 killers. 2 spionnen. En... 2 dokters. Oh. Ja? En de rest zijn burgers. Ja, ik ben burger. Wat gebeurt er? Iedereen krijgt zometeen een functie. Jullie allemaal krijgen eentje als een killer, eentje als een burger, eentje als een dokter, eentje als een spion. Oké? Okay? Ik wil een superman zijn. Ik wil de clown zijn. Oké, eventjes geen jokes, want ik ben aan het uitleggen. Dus ik heb het al moeite. En als volgt komt dan... Dus sommigen zijn killers, sommigen zijn dokters, sommigen zijn spion, sommigen zijn burgers. Burgers hebben eigenlijk geen functie, maar niemand weet wie wie is. Dus... 6.5 hours later. De burgers moeten op een gegeven moment hun ogen dicht doen. Dan mogen de spionnen hun ogen open doen. Ja? En dan mogen de spionnen aanwijzen wie ze verdenken dat de killer is. Volgen jullie me nog of niet? Nee. Dit is wel dat je op elk feestje gefilmd hebt. Ik heb dit wel eens gefilmd. Zullen we dit doen als je nuchter bent? Oké, weet je wat het is? Ik ga gewoon een proefronde doen. Als ik je 1 keer aantik, ben je een burger. Als ik je 2 keer aantik, ben je een dokter. Als ik je 3 keer aantik, ben een spion en als ik je 4 keer aantik, ben je een killer. Maar je hebt nog niet uitgelegd wat dokters doen en ook niet. Dokters kunnen degene die gekild is, zijn. Genezen. Aanwijzen, ja. Ik ga het uitleggen terwijl we spelen, oké? Okay? Gaat iedereen, even serieus. Dus iedereen even telefoons weg en ogen dicht. Ja. Ogen dicht. Kevin, nog 1 keer. Dit is Bassie, Bas Kuipers. Zat ook bij mij in het team bij Ajax. Heeft deze zomer trouwens een transfer afgerond naar ADO Den Haag. Ogen mochten al lang open. Maar kijk, hij zit nog steeds met zijn ogen dicht. Oké, wacht even. Hey. Het is rumoerig, man. Je wilt niet tikken? Oké, dus jullie gaan voor Seila? Ja. Oké, Seila is niet de killer. Seila is dood en doet niet meer mee aan het spel. Waarom? Seila, ik mag erop opvallen en niet reageren, oké? Niet meer reageren. Als jullie nog een keer de killer uitkiezen gewoon... Dan ben ik dit. Daarom is het jouw zaak om te overtuigen dat jij niet bent. Maar dat kan niet. Ik kan ook niet maar alles zeggen van, hey, het is misschien... Zullen we familie af? Jullie weten het toch? Ja, hallo! Dat is een goeie! Oké, wie kiest allemaal op zeetje? Hand omhoog. En doe gewoon niet. 1, 2, 3, 4. Ja, ik denk het wel. Hé, maar bij mij ging niemand stemmen hoor. Ja, maar dat was wel duidelijk. 6. En doe met je vriendje. Oké, 6 mensen. Mag ik mijn twijfel ook zeggen? Ja, tuurlijk. Ik zeg, mama doet ook mee.
Mama doet dat. Ja, ja. Oh ja. Maar weet je waarom? Waarom? Mijn ogen dicht was, ik hoorde je mond dikker. Ja, ja, snap je? Ik hoorde deze hier. Ja, is dikker. Ja, is sowieso deze hier. Ik hoorde je mond zachtjes horen. Dus hij speelde niet slim, maar niet tactisch. Ja, man, ik hoorde het. Richer, dit heeft de meeste stemmen. Richer, dit was een killer, dus één killer is dood. Wie? Ja? Ja, had je ogen open. Nee! Ik had wel een ogen open. En wat is nu gebeurd dan? Eén killer is dood. En wat is met mijn son niet gebeurd dan? Wat is met mijn son niet gebeurd dan? Ik weet niet wie jij bent, maar je praat niet. Huh? Je praat. We hebben gewoon communiceerd. Niet met mij, maar ik ben hier buiten. Jij moet de rest overtuigen. Snap je? Jij moet de rest overtuigen. Oh, dus nu moet ik de rest overtuigen wat ik heb gezien. Ja. Oh, hoe moet ik dat doen dan? Ik weet niet wie jij bent. Maar ik weet niet wat jij hebt gezien. Hey, ja, misschien heb je iets anders gezien. Oké, iedereen ogen dicht. Is er rol? Wow. Oké. Wow. Vier ogen dicht. Oké, iedereen ogen open. Als je nu. Hey, wow. Hey, wow. Ik snap het niet, man. Nee, maar hij doet niet mee. Hij is. Bas, man. Oké. Ben ik hem? Ja. Oké, ik hoor verschillende namen. Ik ga voor een rijtje af. Denken jullie Ralf? Nee. Nee. Toontje? Doet hij mee? Toontje? Ja. Ja. Oké, Toontje, hoeveel stemmen? Hij is wel erg stil. Ja, hij is stil. Drie stemmen. Zie je? En wie wees ik als eerste aan? Ik wees hem al lang aan! Ik was een goeie spion! Ik wees hem al lang aan! Je zegt het was hem niet! Je moet praten, je moet zeggen ik ben spion! Dat heb je niet verteld! Ik zei het al! Hij was het! Devin zei ja! En toen ging het spel verder! Ik dacht hoe dan? Ja, maar je moet ons overtuigen toch? Ja, maar ik mocht niet praten, zegt hij. Nu zegt hij, je moet praten. Nee, je was spion, maar geen spion. Ja toch? Ik wees hem maar aan. Maar weet je wanneer je mag overtuigen? Nee? Dat iedereen ogen open doet? Dan moet jij de leiding nemen om te overtuigen dat hij het is. Dat moet je dan doen. Ja, maar ze vroegen mij argumenten, maar ik had niks. Maar ik wist dat hij het was. Maar dat is het. Dus als jij weet dat hij het is, dan moet je eigenlijk iedereen overtuigen dat hij het is. Dat iedereen hem kiest. Ja, dan is het dan af. Ja, ik wees hem meteen aan. Meteen. Gewoon die put is gewoon opvallend. Ja, dus kijk, als jij hem aanwijst. Nee, je kiest altijd zulke mensen. Als jij hem aanwijst en Derwin zegt ja, dan moet je overtuigen dat hij het is. Als je hem aanwijst en hij is het niet, hij zegt er wel nee, dan moet jij gaan onderzoeken wie het dan wel is. Maar hij knikte ja nog, dat was het ergste. Dat was het ergste nog, Derwin knikte ja, je hebt hem. Toen ging het spel verder. En dan moet je, wanneer wist ik niet wat ik moest doen. Wanneer je ogen open doet, moet jij aanwijzen van hij het is, moet je iedereen overhalen van hey, hij is het, klaar, ik wil niks horen, gewoon dat het is. En hij moet weer gaan overtuigen van hey, ik ben het niet, hoezo, misschien ben jij het wel. Want jij overtuigt dat ik het ben, dus nee, toch, en dan zo gaat het spel verder. Op die fiets. Op die fiets, maar zoals Kuipers zal zeggen, op die raket, hè, die. Sjoef. Oh,
gaan blazen, toch? Ja, wij zijn gaan blazen. Twee, vier, vijf, 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 en wauw. Heel mooi. Oké. Okay. Ik kom met een powerbank, ik kom met een bankdruk op me. Groot, man. Je zou denken normale ballon. Dit was het dan, die vlog. Dit was het dan, die vlog. Laat me even weten wat voor winactie jullie willen. Laat me even weten wat voor winactie jullie willen. En we gaan kijken of dat gefixt kan worden. Dus ik zet in de comments wat voor winactie jullie willen. En vergeet sowieso geen blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. Voor jou. Hopen zo snel mogelijk even naar de 10.000 subscribers te gaan. Hoe snel kunnen we dat halen? Ik wil kijken hoe snel we dat kunnen halen. En dan ga ik misschien nog vettere winacties voor jullie doen. Maar comment hieronder wat voor winactie jij wilt. En ik zie jullie de volgende vlog. Dezelfde tijd. Yes.